Nou, kijk, we zijn hier gezellig in een boot. We gaan actie voeren tegen het, voor het behoud van de pleziervaart in Den Haag en omstreken. We varen nu vlakbij de Vliet. En we gaan zo vanaf de Vliet achter de campagneboot van de Haagse Piraten. Ik heb er zin in. Het wordt zeker, dit wordt een knaller. Nou, dan zijn we dan bij het restaurant De Chinese Muur. Tom? Ja. Wat gaan we hier doen? We gaan hier voor de Haagse partij van de Piraten is dat. Ja. Om deze bootjes toch in het water te blijven te houden. Lijkt me wel. Ja, zoals je ziet, het is gewoon gezellig, weet je. Ja, het moet gewoon lekker door blijven gaan. Ik wou dan zeggen, iedereen moet toch recht hebben op het leedje hier vaart. Ja. Dit is rijbewijs, vaarbewijs, vrije boot dit. Ja. Iedereen heeft wel recht om een boot te varen. Ja, toch? De beste website voor uw afleveringen natuurlijk. En met de Haagse Piratenpartij. En we staan hier bij de Neerkade hier, zo met Omroep Scheveningen, WTF TV. En natuurlijk niet te vergeten, de Haagse Piratenpartij, jongens. Ja, voor het behouden van de binnenvaart. En natuurlijk is Gano aangeland hier lopen natuurlijk met hun bootjes. We zijn allemaal gezellig hier met Omroep Scheveningen en de Haagse Piratenpartij. Hey, mannetje! We hebben de Piratenpartij afgeleverd bij de Haagse Hogeschool. En varen we terug, gaan wij weer lekker naar huis. Wil je nou even kijken bij de campagneboot van de Piratenpartij? Ze liggen bij de Haagse Hogeschool. Als je daar wil kijken, ga erheen. Dit weekend, hele weekend tot en met zondag. Maandag volgens mij zelfs, want dan gaat de brug pas weer open. De Piratenpartij, die zorgt ervoor dat Nederland beter wordt. Don't you want...